Alsjeblieft. Maar naar mijn geboortenoten moeten niet kijken, zeg. Ze hebben ze op de gemeente gehad die niet oorbaren. Dat portretje? Dat zijn vier dingen, nee, jongen. Maar of het al veel, nee, hoe moet ik een stikker met mijn voeten gaan? En die gisteravond in café Intiem 345 euro opgedaan. Oh, van die 10.000 euro! Ik kan nog verzekeren, die mensen, dat deze keer die affaire niet in deurpot zou geroken. Max, jongen, mag dat niet moe. Ah ja, madameke van het café heeft gevraagd of dat ze die koffie op de rekening van de burgerlijke politie moet zetten, lekker als gehoorlijk. Vind je, van deze keer mag het op mijn rekening. Ik kan dat vanaf, maar dat spreekt. Zeker op inspecteur. Inspecteur, heb je dat gelezen? Je kunt toch lezen? Nou, nou, op een minuut of op iets later. Dat is niet, dat is een vrouw. Dat je met een burgerlijke politie komt, of dat je kunt lezen. Ah, Marty? Dag, César. Maak u mijn pa voor snel. Aangenaam, meneer. Commissaris van de burgerlijke politie. Commissaris? Mm-hmm. Martin, wist ik dat uw pa commissaris was van de burgerlijke politie? Aangenaam, César Berings, mm-hmm. Verkoopsafgevaarde van het algemene benzinebedrijf. Mm-hmm. Excuseerde mij dat ik hier zomaar kon binnenvallen. Mm-hmm. Ik had niet verwacht van Martin hier rond te komen. Oh, als je niet wist dat je hier was, wat komt hier dat doen? Ben ik toch naar Adriaan thuis geweest? Adriaan en Marty kunnen er niet aan dat mijn pa in een bak gezeten heeft. En daarom ben ik hier gisteren nooit naar onderen thuis geweest. Met mijn dochter toch al weg al. En heb jij door de schoondochter van onze commissaire gezien? Was ze thuis? Hoe moet ik dat nou weten? Ik ben niet binnen geweest. Hè. Ik ben buiten blijven wachten. Op een dag kreeg ik een brief van Marty. Waarin dat hij schreef dat hij voor een testje ging wegblijven, maar dat ik me niet ongerust moest maken, want hij beloofde van mij mee te zullen trouwen. Toen toch het te weten kwam dat je met een andere getrouwd was, is Jenny? Ja. Marty, die inspecteur vertelt toch leugens? Tuurlijk, mama. Ik heb een keer aan niet vermoord. Ah, vertel niet aan die leugens, maar hij heeft lekker een koffie drinken bij zijn dienstuur. Daarna, hoe gaat dat op je toestaan? Oh, toet, zei Rosa. Ons noodinspecteur die heeft recht om meestal in dienst te doen of hij toen een keer een cognacje te drinken. Wat lief! Ik heb Adriaan niet vermoord, maar ik heb wel de muurt zien gebeuren. Ah, meer heb ik niet gezien. Het was te donker, kon ik niets herkennen. En ben ik van de schrik geluipen. Maar als ik 's morgens de verdwijning las van Adriaan in de krant, had ik wel een vermoeden.